Dit is De Vork, een gebied tussen Haren en Groningen, ingesloten tussen twee drukke spoorverbindingen. Op deze plek gaat ProRail een nieuw opstelterrein aanleggen. Dat is een terrein waar treinen geparkeerd en schoongemaakt worden. Nu gebeurt dat nog achter het hoofdstation in Groningen. Maar daar gaat van alles veranderen om het treinvervoer te verbeteren. Er gaan meer treinen rijden, dus er komen meer sporen en perrons, waardoor er geen plek meer is voor het bestaande opstelterrein. Groningen Spoorzone heet dit project, waarin provincie en gemeente Groningen, ProRail, NS en het Rijk samenwerken. Overal waar gegraven wordt, moet eerst worden gekeken of er iets van archeologische waarde in de bodem zit. Nou, ik heb wat vondst meegenomen van vorige drie weken opgraven, hier het onderzoek. We hebben hier wat middeleeuwse brokken, die zijn nog van het klooster Jessen. Het klooster Jessen ligt aan de overkant van het spoor. En dit zijn de landerijen geweest van het klooster, dus het is op zich wel logisch ook dat er hier wat afval heen is getransporteerd. Elma Schreier is projectleider van het archeologisch onderzoek. Dat begint met het in kaart brengen van wat er in de bodem ligt. Hiervoor graven de archeologen eerst alleen de bovenste laag van de grond af, verspreid over een gebied van 10 hectare. Dat is ongeveer net zo groot als 15 voetbalvelden. Want er bestaat een kans dat hier, op de flanken van de Hondsrug, archeologische vondsten liggen. De kans dat mensen gekozen hebben om zich daar te vestigen, omdat het iets hoger in het landschap is, is groot. En daarom hebben we op die 10 hectare sleuven getrokken. In die sleuven gaan we tot op het dekzand. In dat dekzand zullen zich sporen aftekenen van menselijke bewoning. Afvalputten die ze hebben gegraven, waterkuilen die ze hebben gegraven, huizen die ze daar hebben gebouwd. Al die handelingen die maken vlekken in die dekzandtop. En die herkennen wij en die onderzoeken we. Dan vinden we ook vrij jong materiaal. Dat kun je zien omdat het geglazuurd is aan de binnenzijde. Maar we hebben ook wat ouder materiaal. We hebben hier nog wat bewerkt vuursteen. Dit is dan het veel oudere aardewerk. Het ziet er ook meteen een stuk minder mooi uit. Persoonlijk word ik hier gelukkig van. Het is een oud ijzertijd inheemse Romeinse bodem van een pot. Dat geeft aan dat de bewoning hier ook degelijk rond de ijzertijd aanwezig is geweest. En dat correspondeert ook met de sporen die we vinden. We hebben een aantal sporen gevonden van graansilootjes, graanspiekertjes. En dat is een typisch fenomeen voor ijzertijd boeren, om kleine spiekertjes op hoge poten in het veld te zetten. Alle gevonden sporen worden ingetekend op een kaart. Op basis daarvan adviseert Elma of het de moeite waard is om echte opgravingen te gaan doen. ProRail, de gemeentes Haren en Groningen en de provincie Groningen beslissen uiteindelijk samen wat de gevolgen van dat advies zijn voor de bouwplannen. Wij proberen uit de bodem op basis van sporen en vondsten kennis te halen die we niet hebben. Het is natuurlijk hele grote periodes in menselijk bestaan dat we geen bronnen hebben, geen geschriften. Ook hele periodes waar wel geschreven wordt, maar over hele specifieke onderwerpen. Dus van het algemene leven weten we eigenlijk weinig. Dus dat proberen wij te achterhalen door in de bodem te kijken naar wat ze hebben achtergelaten. Het gaat me om wat we allemaal nog niet weten. En ja, dat soort meer gedetailleerde informatie haal je alleen nog maar uit de archeologie. Een mens gaat veel meer leven. En hoe meer grijs tint in dat verhaal komen, hoe mooier ik dat vind. Wilt u meer weten? Kijk dan op prorail.nl/Groningen Spoorzone.